De Rabotalenten Robert Gesink, Steven Kruiswijk en Bauke Mollema verkennen de Tour de France-etappe rondom Luik. Via twee kleine cameraatjes, één op de auto en één op het stuur van Bauke, kijken wij mee. De Tour begint op 30 juni met de proloog in Luik. De dag erna wordt deze etappe gereden. De verkenning is belangrijk om problemen te voorkomen. Nou, in principe is de eerste toerrit, verwacht je altijd wel problemen. Dus er gaat heel veel stress natuurlijk zijn en waarschijnlijk ook weer valpartijen, noem maar op. Dus het is denk ik goed om dit verkend te hebben. De mannen zijn verrast door de zware finish, maar zijn ook enthousiast. Ja, dat is zeker op het begin een stel een stukje of kasseitjes en dan een langvalsplat hier naar de finish. En, ik denk dat het wel een hele mooie etappe is voor de eerste dag in de Tour. Dus het gaat lastig worden, maar we zullen attent moeten rijden. Voor ons zie ik veel mogelijkheden om hier wat, te verrassen of tegenstanders te verrassen, zeg maar. Dus zo moet je toch zien. Het is natuurlijk aan de ene kant een gevaarlijk punt, maar aan de andere kant zijn er heel veel mogelijkheden. Voor Kruiswijk wordt het zijn eerste Tour. Hij kijkt er erg naar uit. Ja, zeker. We hadden al vrij vroeg de keuze gemaakt om de Tour te gaan rijden, dus dat is wel iets waar je echt naar uitkijkt. Robert Gesink trekt via Californië, Zwitserland en twee hoogtestages naar de Tourstart. Ik voel gewoon dat het constant steeds beter gaat, ook in de koersen. En dat ik langzaamaan naar het gewenste niveau toe aan het groeien ben. En dat is wel een fijn gevoel. Het kan natuurlijk niet vroeg genoeg zijn, maar zit eraan te komen. Parijs is nog ver, toch is Mollema al flink bezig met de Tour. Ja, straks gaan we nog andere ritten verkennen in Alpen en Pyreneeën. Dus ja, je bent daar het hele jaar eigenlijk wel af en toe mee bezig. En straks eigenlijk begint natuurlijk echt een specifieke voorbereiding. Dus ja, vanaf nu begint dat zo'n beetje. Ondanks de vele tijdritkilometers ziet Mollema toch mogelijkheden. Ik denk ook wel dat het best veel lastige ritten nog zeker in zitten. Bergritten en ook ritten met steilere klimmen relatief voor de Tour dan wat eigenlijk gebruikelijk is. En ja, hopelijk kunnen wij als ploeg in ieder geval daar ligt denk ik onze kracht nog. Dus ja, hopelijk dat we daar het verschil nog kunnen maken. En dan moeten we maar zien in die tijdritten wat het gaat worden.